ademhalingsstelsel, pathologie. Astma. Astma is een ontsteking van de longen en deze veroorzaken heel veel klachten. Bij een astmaaanval aanval kan men minder lucht in- en uitademen en dit boezemt angst in. De longen worden geprikkeld door stoffen, slijmvliezen zwellen op en produceren meer vocht en slijm. De spiertjes rond de luchtwegen gaan verkrampen en trekken samen, waardoor het onze luchtweg smaller wordt. Astma is blijvend. De longen gaan altijd een klein beetje ontstoken zijn. Deze kunnen weken en maanden aanhouden, zeker na een ziekte. Periodes van symptomen gaan afwisselen met periodes van geen symptomen. Er zijn verschillende soorten astma, en de klachten zijn afhankelijk van het soort astma dat we hebben. Meestal hebben we meerdere vormen tegelijkertijd. De eerste vorm is allergisch astma. Hier zien we benauwdheid, allergisch voor ingestoken. Ingeademde stoffen, voedingsstoffen of stoffen in medicatie. Het lichaam gaat stofhistamine aanmaken als we in contact komen met deze prikkels en dit geeft een allergische reactie. Niet-allergisch astma, hier zien we benauwdheid en we krijgen klachten zonder dat we met prikkels in contact komen waarvoor dat we allergisch zijn, zoals parfum, mist. Inspanningsastma, hier zien we dat we benauwd worden tijdens een inspanning. We gaan een inhalator gebruiken voordat we starten met sporten. Best is ook rustig starten met sporten zodat onze longen kunnen wennen. Inspanningsastma kan verergeren bij stress, emoties, temperatuur, droge lucht enzovoort. Ernstig astma, deze komt het minst vaak voor, is ook het moeilijkste om onder controle te krijgen met medicatie en onze zorgvragen zal regelmatig in het ziekenhuis opgenomen worden voor behandeling. De oorzaken zijn niet altijd duidelijk. Vaak erfelijk en mensen die allergieën hebben hebben meer kans op het krijgen van astma. Veel voorkomende klachten zijn niesbuien, jeukende ogen, gezwollen oogleden, droge hoest en verstopte neus. Andere oorzaken van astma is vroeggeboorte. De longen zijn minder goed ontwikkeld. Roken tijdens de zwangerschap of een beroepsastma. De symptomen zijn benauwdheid door een astma aanval krijgen we het gevoel dat men stikt. Het beste is dat we deze persoon gaan kalmeren, rechtop zetten en de lucht vrijmaken. Bijvoorbeeld door het boven de knopje van de blouse losmaken. Slijm ophoesten. De slijmvliezen zijn geïrriteerd en maken meer slijm aan. Daardoor gaat men hoesten. Dit is een natuurlijke reactie die zorgt dat het slijm loskomt. Piepende adem. Door vernauwing van de luchtpijp en de bronchie heeft de lucht minder ruimte om er door te gaan en dit geeft een piepende ademhaling. Kortademigheid. Men gaat snel buiten adem zijn en daardoor gaan we heigen. En een gebrek aan energie. Energie gaan we proberen te verdelen over de hele dag. Daarvoor is het best dat we de voorgeschreven medicatie gaan gebruiken. Preventie. Vermijden van allergeren. Allergenen of irriterende stoffen is een must. Bijvoorbeeld roken, als men allergisch is aan de haren van dieren, gaan vermijden. Inhalator gebruiken, stof vermijden, regelmatig naar de dokter gaan enzovoort. Dan de behandeling. Het is heel belangrijk om de leefregels te volgen. Dit wil zeggen regelmatig bewegen, gezond eten. Prikkels waar men gevoelig voor is, proberen te vermijden en stoppen met roken. Medicatie bij benauwdheid. Best beste is dat we de puffjes gebruiken als men vernauwd is. En de puffjes die we hiervoor gebruiken zijn de kortwerkende luchtwegverwijders. Dagelijks medicatie innemen die longen minder gevoelig maken. Dit gaan we doen als we meer dan twee keer per week onze kortwerkende luchtwegverwijders nodig hebben. Dan gaan we de longen minder gevoelig maken door inname van ontstekingsremmers. Deze moeten we dagelijks innemen. En dan hebben we nog dagelijks medicatie die vernauwdheid voorkomen innemen. Dit wil zeggen dat als men voortdurend vernauwd is, moeten we ontstekingsremmers innemen samen met langwerkende luchtwegverwijders. COPD is een longziekte. De longen zijn beschadigd. Ademen gaat moeilijker en we hebben minder energie. COPD is ook een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Chronische bronchitis wil zeggen dat onze vertakkingen, onze bronchie, blijvend ontstoken zijn. We hebben verschillende oorzaken, meestal is het roken of meerdere keren een acute bronchitis achter elkaar gekregen te hebben. Symptomen: de bronchieën zijn steeds geïrriteerd, de slijmvliezen gaan slijm produceren. De ontsteking gaat slijm dikker maken, de lucht gaat dus moeilijker doorstromen en we gaan benauwdheid krijgen en hoesten. Acute bronchitis wil zeggen dat dit gaat plotseling optreden. Dit kan door een virus of een bacterie en na twee weken zijn we meestal terug genezen. Emfyseem is een chronische ziekte. De longblaasjes gaan stuk, de wanden van de longblaasjes raken gewoon beschadigd. En de taak van onze longblaasjes is juist zuurstof en koolstofdioxide uitwisselen. Oorzaak: roken, chemische dampen, zoals een broepsemphyseem door asbest. En deze is soms ook erfelijk. Symptomen: moe en benauwd zijn, uitademen gaat moeilijk, de ademhaling is versneld. We hebben een piepende ademhaling en we gaan hoesten. De oorzaken van COPD? Meestal heeft roken te, mee te maken of meer roken. Andere oorzaken is astma, longontstekingen en andere longziekten, erfelijke ziekten, schadelijke stoffen en luchtvervuiling. Symptomen? We zijn benauwd. We kunnen eventueel zuurstof geven, een rolstoel of scootmobiel aanbieden. Hoesten, we horen een rokershoest. En bij een rokershoest, rokershoest moeten we een bepaalde hoestechniek aanleren. Deze noemen we huffen. Slijm kortademigheid, vermoeidheid, weinig spierkracht en gewichtsverandering zijn andere symptomen van COPD. Preventie: niet roken en ook niet meer roken. Ventilatieroosters plaatsen in de ramen. De taak van de overheid is alle middelen aanwenden zodat iedereen gaat stoppen met roken en deze ook blijven aanmoedigen. Rookverbod op zoveel mogelijk plaatsen invoeren en luchtvervuiling bestrijden. Behandeling: COPD is niet te genezen. Wat gaan we wel doen? De klachten behandelen. Dit met inhalatoren. We hebben verschillende inhalatoren, de korte luchtwegverwijders, de lange luchtwegverwijders, de inhalatiecorticoïden. Nadeel hiervan is dat onze afweer gaat verminderen. We kunnen ook antibiotica geven. Het nadeel hiervan is dat de bacteriën resistent gaan worden. Gaan we slijmoplossers gebruiken? Dit is eigenlijk niet nodig, want deze gaan niet helpen. Pneumonie of longontsteking is een ontsteking van de longvertakkingen en de longblaasjes, meestal te gevolge van een bacterie, soms te gevolge van een virus. We zien voornamelijk benauwdheid. Het lichaam gaat de oorzaak van de ontsteking proberen op te ruimen. Hierdoor ontstaat er slijm, een dik slijm dat moeilijk op te hoesten is, waardoor er minder zuurstofopname is in de longblaasjes, omdat het slijm dit verhindert. We hebben een lichte of een zware longontsteking, is eigenlijk afhankelijk van de grootte. Als beide longen ontstoken zijn, praten we over een dubbele longontsteking. <tieks> Oorzaken van een pneumonie, een bacterie, een virus, een schimmel of een parasiet. Deze gaan slijm aanmaken en zorgen voor de verminderde zuurstofopname. Doordat dat slijm gaat irriteren, gaan wij hoesten en de bacterie of het virus verdwijnt zo uit ons lichaam. We hebben een vergrote kans op longontsteking als onze weerstand laag is, de leeftijd, een longziekte hebben, zoals astma ofzo, dat wij roken of meer roken, er luchtvervuiling in het spel is, we hebben diabetes, hartproblemen, ondervoeding enzovoort. De symptomen van een pneumonie is benauwdheid, koorts, spierpijn, hoesten, vermoeidheid. We hebben pijn als we ademhalen. We gaan slijm ophoesten die geel-groen ziet, soms ook met bloed, rillen en klappertanden. <clears throat> een diagnose moet de dokter stellen. Hij gaat eerst kijken naar de anamnese. gaat een lichamelijk onderzoek doen, laat een Rx-thorax uh, nemen van de longen en eventueel het slijm, waar al dan niet bloed in zit, laten testen. Is een pneumonie besmettelijk? Als wij besmet zijn met een virus is deze inderdaad besmettelijk. Met een bacterie is de kans op besmetting miniem. Natuurlijk, mensen met een verzwakte weerstand zijn extra vatbaar voor het krijgen van een pneumonie. Preventie, gezond eten, bewegen en buitenlucht, voldoende rusten, niet roken, regelmatig onze handen wassen, eventueel een vaccinatie en als we hoesten en niezen gebruiken we een papieren zakdoek of doen we dit in de plooi van onze elleboog. Behandeling. Hebben wij lichte longontsteking, kan dit thuis gebeuren. Zijn wij besmet met een bacterie, gaan we antibiotica nemen. Zijn wij besmet met een virus, gaan we de symptomen behandelen. Besmet met een schimmel, gaan we schimmeldodende therapie gebruiken. Bij een ernstige longontsteking is altijd een zieke huisopname aan te raden. We gaan antibiotica krijgen via het infuus aerosoltherapie. Eventueel zuurstof toegediend krijgen en ademhalingsoefeningen doen om het slijm te kunnen ophoesten. Zijn wij besmet met een zeer ernstige longontsteking, dan moeten wij sowieso op de intensieve zorgenafdeling liggen. Ademhaling en of bloedsomloop is hierdoor in gevaar. Tuberculose of TBC wordt veroorzaakt door een bacterie en geeft een ontsteking in de longen. Deze kan ook soms andere organen aantasten zoals botten, hersenen, gewrichten enzovoort. De overdracht gebeurt door druppelinfectie tijdens niesen en hoesten van een besmette persoon. Bij besmetting is het maar een klein deel van de mensen die toch TBC krijgt. Als we een persoon hebben die besmet is maar niet ziek is, is dit een latente TBC. Latent wil zeggen dat de TBC bacillen slapend in onze bloedsomloop zitten. Iemand die een latente DBC heeft, kan niemand besmetten. Symptomen: hoesten, gewichtsverlies, koorts en nachtelijk zweten. Soms hebben we geen tot weinig klachten. Preventie: we kunnen eigenlijk DBC moeilijk voorkomen. Een snelle diagnose en behandeling is aan te raden, zodat wij de ontwikkeling van een actieve TBC kunnen voorkomen. We kunnen ons laten vaccineren, maar dit is weinig doeltreffend. Het voorkomt enkel ernstige verwikkelingen. Behandelingen. TBC is goed te behandelen. Zonder behandeling gaan we ernstig ziek worden en eventueel overlijden. We gaan medicatie moeten nemen voor een langere periode, minstens zes maanden. En, heel belangrijk, medicatie altijd nemen volgens voorschrift. Slaapapneu. Apneu wil zeggen ademstop tijdens de slaap. Dit gedurende minimum 10 seconden en de hersenen geven een signaal en wij gaan wakker worden. Als dit vaak en lang voorkomt, is dit een bedreiging voor onze gezondheid. We hebben verschillende vormen. We hebben obstructief slaapapneus-syndroom. Dit wil zeggen dat de ademweg ter hoogte van de keelholte gaat toeklappen. Dit kan geteeltelijk zijn als ze geteeltelijk gaat toeklappen, waardoor de turbulentie is in de luchtstroom. Hier gaat het verhemeld en andere structuren beginnen te trillen en we gaan snurken. Hypopneu wil zeggen dat we de luchtverplaatsing naar de longen gaan afnemen en een apneu wil zeggen dat de luchtstroom gewoon stopt. Onze luchtweg klapt volledig toe. We zien eventueel ook een zuurstofgebrek in ons bloed. Dan hebben we centraal slaapneu-syndroom. Dit wil zeggen dat onze hersenen falen om een prikkel te geven naar onze ademhalingsspieren. Wij zien ook geen ademhalingsbewegingen meer. Onze lucht wel, blijft wel open. En dan hebben we een, meng, een mengvorm van beide. Hier zien we dat er een obstructie is van de ademweg en dat de prikkeling van de ademhalingsspieren faalt. Risicofactoren: zwaarlijvigheid, genetische aanleg, leeftijd, alcohol. en slaapmedicatie roken, obstructie van onze keelholte of neusholte en slapen in rugligging. Symptomen, ademhalingstilstand tijdens de slaap, zwaar snurken, slaperig overdag, concentratieverlies en vergeetachtigheid, vaak moeten plassen s'nachts, nachtzweten en ochtendhoofdpijn. <coughs> Waarom is slaapapneu gevaarlijk? We zijn slaperig. We hebben een onvoldoende diepe slaap en een droomslaap die wordt constant verstoord. Daardoor gaan we slaperig zijn, we gaan concentratiestoornissen hebben en geheugenverlies. Hierdoor gaan we meer kans maken op verkeers- en arbeidsongevallen. Hart- en vaatziekten. Er is een verband tussen slaapapneu en hypertensie en hartritmestoornissen. Er is een verhoogd risico op hartzwakte, hartinfarct of een beroerte. Hoe stellen we een diagnose van slaapapneu? We gaan een slaaponderzoek doen in een slaapcentrum. En deze gaan EEG meten, onze hersenactiviteit, een EOG meten, onze oogbewegingen, EMG, onze spieractiviteit, luchtstroom die door onze neus en onze mond vloeit, borst- en buikbewegingen, een ECG voor onze hartfunctie, zuurstofverzuiging in ons bloed, onze slaaphouding en we gaan ons snurkgeluiden meten. Behandelen, vermijd alcohol voor het slapen gaan. Vermijd ook slaap- en kalmeermiddelen. Probeer niet op te slapen in rugligging. En zwaarlijvigheid bestrijden. SIPA, dat zien we op de tekening, is slapen met een masker, Via een compressor wordt er lucht in onze neus en keel geblazen. Zo ontstaat er overdruk in de keel, waardoor het toeklappen van de keel wordt vermeden. MRA of mondapparaatje, dit kunnen we gebruiken als we een mildere vorm hebben van een slaapapneu en gebruikt bij hardnekkig snurken. Bij een mondapparaatje wordt de onderkaak naar voren geschoven. Dan hebben we nog chirurgische behandeling. Dan gaan we de huig wegnemen en eventueel ook de amandelbogen en een deel van de wand van het keelslijmvlies. Hierdoor gaan we minder snurken. De boven- en de onderkaak kunnen we naar voren schuiven zodat de verbreding van de keelholte er voorkomt en dat het dichtklappen van onze keel onmogelijk wordt.